Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Farming Simulator 2022. We gaan weer verder op onze boerderij, want vandaag zitten we een klein beetje in geldnood. En dat komt omdat wij de vorige keer deze reusachtige combine hebben gekocht die ons 500.000 euro heeft gekost. Daarvoor hebben wij ook een lening afgesloten van 120.000 euro. Oftewel, we moeten ervoor gaan zorgen dat we die lening zo snel mogelijk kunnen aflossen. Zodat het niet nog een duurder grapje gaat worden. Maar heb je er nou weer zin in? Ram natuurlijk eens kijken, blijkt wat ik super gaaf vinden. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van alle nieuwe afleveringen. Maar wat we vandaag als eerste gaan doen, is we gaan veld 50 inzaaien met sorghum. En dan vraag je jezelf af... waarom sorghum? Maar dat komt omdat ons kippenvoer op is. We hebben niks meer in de silo zitten. We hebben niks meer op de boerderij staan. En de silo van de kippenschuur zelf is ook bijna leeg. Dus we moeten zo snel mogelijk zorgen dat de kippetjes eten gaan krijgen. En zij eten sorghum. En omdat veld 50 zo'n enorm, maar ook echt enorm groot veld is... moeten we heel veel sorghum hier vanaf kunnen halen met de juiste opbrengst. En moeten we dus ook gewoon voor het hele jaar genoeg eten hebben voor de kippen. En jullie weten ook automatisch dat de kippen heel veel eieren produceren. En dat die eieren heel veel geld opleveren. Dus we gaan er gewoon mee beginnen. We klappen de machine uit. Dit is meteen ook onze nieuwe zaaimachine. En dan moet ik hem nog ietsje dichter bij de rand van het land zetten. Klein beetje over onze suikerbieten heen. En dan zetten wij de machine aan. Je ziet de toeren al omhoog schieten. Dan laten wij hem zakken. Ja, en dan gaan wij gas geven. Ik hoef dit veld ook niet eerst te ploegen. Ik hoef dit veld niet eerst te cultiveren. Waarom? Omdat er op onze nieuwe zaaimachine een automatische cultivator zit ingebouwd. Dus dat scheelt gewoon een extra stap. We hoeven helemaal niks meer aan te doen. Tegelijkertijd gooien wij natuurlijk ook meteen kunstmest tussen de rijen zaadjes die wij planten. Dus wij hoeven ook niet een extra keer kunstmest te sproeien. En dit is gewoon perfect. Deze zaaimachine was zeker weten het geld wel waard. Maar het is een groot veld. De zaaimachine is redelijk breed. Dus we gaan gewoon een paar keer heen en weer. We gaan deze taak even voltooien. Want als het kippenvoer op is, dan gaan de kippen geen eieren meer leggen. En dan leveren de kippen ook geen geld meer op. En dat willen wij niet hebben. Dus dit is echt eventjes een noodzakelijke stap. Maar heel erg bedankt weer allemaal voor het intunen. Heel erg bedankt weer allemaal voor de support. En die lening moeten we echt heel snel gaan aflossen. Want geld lenen kost geld. En als we dat dus niet zo snel mogelijk doen... Dan moeten we elke keer weer extra en extra gaan betalen. En daar zit ik niet op te wachten. Dus ik hoop dat die sojabonen veel gaan opleveren. Wij hebben ongeveer 13.000 à 14.000 liter aan sojabonen. En ik zag al dat de prijs aan het stijgen is. Maar als wij nog een maandje wachten en we wachten tot juni... dan leveren de sojabonen nog meer op. En dan krijgen we echt de maximale, maar ook echt de maximale prijs ervoor. Dus vandaar dat ik nog heel even wil wachten tot volgende maand. Dan kunnen we volgende maand de sojabonen verkopen. Dan kunnen wij een suikerbieten oogstmachine gaan huren. En dan kunnen we de rest van het geld wat wij overhouden... kunnen we natuurlijk gaan gebruiken om de lening af te lossen. Dus het is wel eventjes wat tijd dat dit in beslag gaat nemen. Maar aan de andere kant, we hebben nu echt een mega combine. Eigenlijk een te grote combine voor op de boerderij. En ik zag ook in de reactie staan dat heel veel mensen zeiden dat ik een te grote combine had gekocht. Maar het ding was, deze combine met de prijs... qua wat je ervoor krijgt, was echt een te goede deal om te laten staan. En ik heb nu ook extra banen getrokken aan de uiteindes van het land. En dan als het goed is, als ik het goed heb gedaan, dan moet ik nu gewoon makkelijk hier kunnen keren. Dus we rijden helemaal door tot het einde. Dan halen we de machine omhoog. En dan moeten we nu gewoon heel scherp sturen. En dit moet de trekker halen. En dan, kunnen we op die manier meteen weer verder. Dit is perfect. We kunnen echt heel erg makkelijk die bocht maken. Hulplijn uit. En gas geven naar de andere kant van het land. Dit gaat ietsje wat tijd in beslag nemen. Maar dan kan het natuurlijk wel meteen gaan groeien. En sorghum heeft een paar maanden nodig om te groeien. Dus ik denk wel dat we op een gegeven moment kippenvoer moeten gaan kopen. Want volgens mij zit er nog ongeveer 1500 liter in de kippenschuur. En dan gaan ze dus nog maar 1 maand van kunnen leven. Dus daar moeten we ook wel geld voor overhouden. Oh, het is echt lastig als je maar 6300 euro op je bankrekening hebt staan. Oh boy. Het was de investering waard. Maar het is nu wel even een klein beetje stressen hoe we dit allemaal gaan doen. Maar uiteindelijk gaat het allemaal goed komen. Geen stress. Stressen heb je niks aan. Stress is niet goed voor je en kan je beter niet doen. We maken de bocht weer.
Laat hem maar zakken. Gooi de hulplijn maar uit. En dan hoeven we nu alleen maar met het witte puntje voor op de trekker de hulplijn te volgen. En dan pakken we alles, maar ik echt alles mee. Maar er waren weer heel veel mensen die supertanks hebben achtergelaten op de vorige aflevering. Dus ten eerste, heel erg bedankt daarvoor. Ten tweede, voel je niet verplicht om een supertanks achter te laten. Want het is gewoon een extraatje om natuurlijk mij te bedanken voor alle afleveringen. En om ook een berichtje in de video te laten voorlezen. Dus voel je niet verplicht. Als het niet kan, dan kan het niet. Maar ik stel natuurlijk wel heel erg op prijs mocht je een supertanks achterlaten. Maar ik moet wel even opletten. Want de hulplijn moet in. De machine moet omhoog. En ja, het is lastig. Want ik moet namelijk de supertanks oplezen. Alleen tegelijkertijd moeten we natuurlijk ook in de gaten blijven houden waar we mee bezig zijn. Dus we laten de machine weer zakken. Ik zie het in mijn spiegel gebeuren. En dan gaan we weer een rechte lijn naar de andere kant. Maar de hulplijn moet ik wel nog even uitgooien. Op die manier. Awesome. Jonas Gamerlol. Die heeft een 2 euro supertanks achtergelaten. En hij zegt erbij: ik kijk altijd uit naar deze video's. Ik vind ze top. PS. Shout naar Arno. Arno. Geen idee welke Arno. Maar als je deze video kijkt en je heet Arno, shout naar jou. Dankjewel Jonas voor je 2 euro supertanks. Michiel Snoek, die had nog een 2 euro supertanks achtergelaten. Dus dankjewel voor je support. Garrett Turbo 1994, die heeft nog een 2 euro supertanks achtergelaten. Dus dankjewel voor je support. Tomorrowland Forever, die heeft nog een 2 euro supertanks achtergelaten. Dus dankjewel voor je support en veel plezier op Tomorrowland. Dutchie Cheese, aka Stijn, die was er weer bij. Ook met een 2 euro supertanks. Dus heel erg bedankt. Ook jij weer voor je support. Yuri Aardenburg, die had een 5 euro supertanks achtergelaten. Dus eén momentje. High five voor jou. En hij zegt erbij: Jan, je bent echt een topper en geniet altijd van de filmpjes die je maakt. Hé, hey, dat vind ik heel erg leuk om te horen. Dus dankjewel voor je 5 euro supertanks en al je support. Adam Sedik, die had nog een 5 euro supertanks achtergelaten. Dus high five voor jou. Milo Makowski, die had nog een 5 euro supertanks achtergelaten. Dus high five voor jou. En hij zegt erbij: kan je nog eens zo'n lange video maken? Want ik vind dat super tof. Hé, hey, aflevering 44... hebben wij weer een special voor jullie. Maar dan moeten we eerst aflevering 44 zien te bereiken. Dus dat gaat nog wel eventjes duren. Maar de specials houden we gewoon om de 22 afleveringen in. Dat lijkt me wel zo leuk namelijk. Even de bocht maken. Even soepeltjes keren. Hulplijn uit. Machine laten zakken. En there we go. Het is echt wel blijven opletten. Want als je ook in first person zit, dan kan je natuurlijk niet meer alles achter je in de gaten houden. Dus dan heb je zometeen, en ik heb het al een keer gehad, rij je helemaal naar de andere kant van je land. Dan ga je keren en dan kom je erachter dat je die zijmachine niet hebt laten zakken. En dan heb je dus alles voor niks gedaan. Het is me al een keer gebeurd, dus ga me alsjeblieft niet uitlachen. Maar nu weet ik, want ik heb het gecontroleerd, dat de zijmachine naar beneden is gezakt. En dat we dus daadwerkelijk zaadjes in de grond aan het stoppen zijn. Maar het is altijd goed blijven opletten, is altijd goed blijven concentreren. Want anders kan het heel erg snel fout gaan en dan is het allemaal een verspilling van de tijd. Bas Nuyenhuis, die had ook nog een 5 euro supertanks achtergelaten. Dus dankjewel voor je support en natuurlijk ook een high five voor jou. En hij zegt erbij: zoals altijd een top video. En ik speel zelf ook Farming Simulator. Hey, kijk eens aan Bas. Lekker bezig. Ik weet dat heel veel van jullie die deze video's kijken ook daadwerkelijk Farming Simulator spelen. Dus mocht je het spelen, heel erg veel succes natuurlijk op je eigen boerderij. Heel erg bedankt ook allemaal voor het kijken. En hopelijk kunnen jullie wat leren van alles wat ik doe. En hopelijk kunnen jullie ook wat leren van de fouten die ik maak. Want we hebben al wat fouten gemaakt namelijk. En als laatste, Ruben de Vrooy, die heeft ook nog een 10 euro supertanks achtergelaten. Dus boem boem, 2 high fives voor jou. En dankjewel opnieuw Ruben voor je support. En natuurlijk iedereen bedankt voor het kijken. Maar we zijn al bijna klaar met dit veld. Ik zie dat ik een heel klein stukje daar gemist heb. Dus die moeten we zo meteen even meepakken. Maar laten we het veld gewoon zo snel mogelijk afmaken. We'll be right back.
En nu is het automatisch de vraag, gaan wij dat laatste strookje in één keer kunnen meepakken? Komt dit perfect uit de ja of de nee? En oh, dit is satisfying. Ja hoor. Ja hoor, we pakken alles in één keer mee. Woo! Ik denk niet dat we het helemaal naar het einde gaan halen, want aan het einde wordt hij ietsje breder. Maar dit is wel even fantastisch hoor. Kijk dan. Ja, 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 ja. Nee, ik heb een heel klein stukje. Nee, dit lukt niet meer. Nee, het is verpest. Nee, het is verpest. Ah, oh, net niet. Oké, dan moet ik toch echt nog een keertje terug. Het was even heel leuk om naar te kijken. Maar sorry jongens. Nee, nee, nu kan het helemaal niet meer. Nee, nu gaat het helemaal verkeerd. Sorry, sorry, het spijt me. Het ging zo mooi. Het ging zo mooi, maar nee hoor. We hebben het weer helemaal verpest. Nou, dan moeten we sowieso nog een keertje terug. Moet ik even om de paal heen. En die machine is ook weer vies geworden, joh. Moet je kijken, man. Hij was helemaal netjes schoon toen we begonnen, hè. Kijk hoe hij er nu uitziet. Hij zit helemaal onder de blubber. Het wit is niet meer wit. Het rood is niet meer rood. En alles is gewoon bruin. De trekker zelf, die is toch wel netjes. Die is toch wel schoon. Alleen die machine zelf, dat is echt een ranzige, ranzige bak geworden. Maar ja, weet je, we kunnen hem gelukkig afsproeien. Dus dan is die weer zo goed als nieuw. En dan moeten we eventjes dit kleine stukje nog meepakken. Ja, dan moet ik een heel klein stukje terugrijden. Want dan moet ik dat kleine strookje ook nog meepakken. Plus, dan moet ik nog een keer terugrijden. Want er zit verderop nog een klein strookje. Maar dan is wel heel het veld ingezaaid met sorghum. Dan kan dit langzaam gaan groeien. En we hebben ook niet heel veel kunstmesten voor nodig gehad. We hebben ook niet heel veel zaakjes voor nodig gehad. Dus de machine zit ook gewoon nog vol voor de volgende keer. Maar dit is wel ook een hele goede aankoop. Het heeft niet heel lang geduurd voor dit mega grote veld. We zijn er echt wel snel mee klaar. En daarnaast, tegelijkertijd strooien wij kunstmessen tussen. Tegelijkertijd strooien wij zaakjes ertussen. En als ik nu dus ook een momentje de machine uitzet, inklap en uitstap, dan zien wij dat het onkruid aan het groeien is. Dus dat is wel even iets wat we in de gaten moeten houden. Maar dat het al 50% bemest is. Dat we al een opbrengstbonus van 73% hebben. Als wij het walsen, wordt die opbrengstbonus nog een stukje hoger. En als wij het nog een keer bemesten in één van de groeifasen, wordt die opbrengstbonus nog een keer een stukje hoger. Dus dit gaat echt wel heel veel opleveren. Maar nu eerst ga ik even deze machine schoonmaken. Want hij kan zo niet meer in onze garage nemen, jongens. Als ik hem ook zo in de garage zet, dan is die garage ook meteen super ranzig. En we hebben hem nieuw gekocht voor 180.000 euro. Dus ik ga hem liever niet vies maken. Maak je geen zorgen, kippetjes. Nieuw kippenvoer is onderweg. Nou, we moeten wel op een gegeven moment wat kippenvoer gaan kopen. Dat zal niet heel duur zijn. Maar het is natuurlijk zonde, want we hadden het ook gewoon zelf kunnen produceren. Maar we rijden achter de garage langs. Langs de broeikassen. En dan staat natuurlijk onze hoogdrukreiniger in het hoekje hier. Oh boy, oh boy. Misschien is dit wel de meest vieze machine die we tot nu toe hebben gehad. Maar kijk eens even hoe snel wij een schoon kunnen spuiten. Dit is echt gewoon een supersonische hoge drukreiniger. En ik moet je zeggen, ik wil deze eigenlijk ook wel in mijn eigen huis hebben. Het leuke is, jongens, voor de mensen die het niet weten, ik heb zelf een Ford Raptor, dat is een pick-up truck. Maar ik was laatst een uur bezig om hem schoon te maken. Want hij kan niet in de wasstraat, omdat hij te groot is. Dus je moet hem echt met de hand moet je hem schoonmaken. Dus ik was naar een wasbox gereden. Kostte me al een half uur om daar te komen. Toen ben ik een uur bezig geweest om hem schoon te krijgen. Oftewel afsproeien. Daarna in het sop zetten. Daarna nog een keer afsproeien. Daarna borstelen. Daarna nog een keer afsproeien. Daarna in de wax zetten. Daarna nog een keer afsproeien. Daarna nog de binnenkant stofzuigen. Daarna nog de velgen natuurlijk even oppoetsen. Dus ik was er een uur mee bezig. En er was hier een filmploeg tussen haakjes gekomen om wat dingen op te nemen. En ik moet even nadenken. Oh, ik moet de wals pakken. Ik was even afgeleid. Maar er was hier een filmploeg gekomen om wat dingetjes op te nemen. Met de auto. En ze zeiden, Jan, kan je ook even een stukje optrekken en even een stukje scheuren? Alleen, ja, dat was niet handig. Want binnen letterlijk 20 seconden zaten mijn deuren, mijn bumper, mijn achterkant, mijn zijkanten. Alles zat weer vol met blubber. Dus ik moet je nu ook zeggen, de auto was gewoon voor, ik denk, een paar uurtjes was hij helemaal spik en span, helemaal schoon. En nu zit hij weer helemaal onder de blubber. Gewoon alles wat je ziet, alles zit weer onder de blubber door één keer op te trekken. Dus ja, dat was weer een goede tijdverspilling. Maar ja, nu moet ik nog een keer naar de wasstraat en we moeten hem nog een keer gaan schoonmaken. Ik denk dat ik het best eventjes één baantje hier kan meepakken.
Dat we makkelijk kunnen keren, want die bomen staan natuurlijk allemaal in de weg. En nu zouden wij die bomen ook nog wel kunnen omzagen. Alleen ik moet je zeggen, ik vind het wel mooi uitzien. Dat is natuurlijk ook voor de bijtjes wel handig. Dan kunnen ze gewoon in de struiken gaan zitten. Voor de diertjes hangen, dus de konijnen, de muizen, de ratten. Ik heb geen idee. Dus ik laat dat wel gewoon staan. Alleen het is niet zo handig met natuurlijk het keren. Dus vandaar dat ik eventjes één baantje hier mee pak. Dan kunnen we zo meteen gewoon makkelijk hier keren. En dan moeten we dit land eventjes gaan walsen. Eventjes allemaal gaan aandrukken. Zodat het weer klaar is om te groeien. En dan wordt onze opbrengstbonus natuurlijk automatisch ook weer een stukje hoger. Nice. Omhoog die machine. En dan maken we nu gewoon de draai. En dan hoeven we niet heel vaak heen en weer. Want deze werkbreedte is natuurlijk ontzettend, ontzettend breed. Dus laten we maar weer zakken. Op die manier. En dan kunnen we nu gewoon onze weg vervolgen. Een paar keer heen en weer. En dan is het land klaar om te gaan groeien. Deze taak is ook bijna klaar en ik zie ook dat we moeten gaan tanken. Want we hebben echt nog maar, ik denk, 1/5 van de volledige tank over. Dus dat gaat ons wel wat geld kosten, niet heel veel. Dus ik rij zo meteen even langs de tankstation. Die zit natuurlijk gewoon aan de andere kant van de boerderij. En dan gooi je hem eventjes vol, want als ik het nu niet doe, dan ga ik het vergeten. En de volgende keer dat we op het veld rijden, dan staan we opeens met een lege tank. Want als je dat nu niet doet, als je het niet doet... Terwijl je eraan denkt, dan ga je het vergeten. Dus ik weet nu van mezelf dat ik het even moet gaan onthouden. Als we hiermee klaar zijn, meteen gaan tanken. Want alles gaat verkeerd. Ik had er laatst ook zelf getankt. Alleen de benzineprijzen die zijn hoog, jongen. Ik had 40 liter in mijn auto gegooid. En ik was gewoon 100 euro kwijt. Dus ze moeten denk ik binnenkort ook bij de tankstations. Dat is voor iedereen die ook een auto heeft. Want anders weet je het natuurlijk niet. Ze moeten binnenkort bij de tankstations gaan aanpassen. Dat je als je contactloos wil betalen. Dat je niet maar voor 125 euro kan tanken. Maar dat je voor 200 euro kan tanken. Want het is best wel een probleem met de benzineprijs op dit moment. Want het is echt, echt skyrocket hoog. Alleen je kan bij tankstation maximaal voor 125 euro tanken. Alleen binnenkort kan je niet eens je hele tank meer volgooien voor 125 euro. Dus dat gaat wel even een dingetje worden. Nu is de machine niet heel vies geworden. Dus afsproeien dat heeft ook niet heel veel zin. Dus ik zet hem gewoon op deze manier weer terug in de garage. Precies waar die vandaan kwam. En dan gaan we ook even tanken in de game. Maar hoe duur dat gaat zijn? Ik denk 300 euro, denk ik. Er gaat natuurlijk geen benzine in, maar diesel. Maar deze staat weer een klein beetje nog achteruit. Netjes op zijn plekje. Awesome. En dan rijden we naar de andere kant. Het is echt wel fijn dat het tankstation gewoon... Ja, wat is het? 200 meter rijden is. Want we hoeven alleen maar hier de weg over te steken. Oh, rode auto. Hallo, ik heb een rode trekker. Oh, blauwe auto. Ja, daar gaan we voor. Dat is niet onze kleur. Dat is nu niet onze kleur. Ja, allemaal maar in, ja. Doe maar zo met je blauwe kleurtje. Maar het is echt wel fijn dat we gewoon de tankstation aan de andere kant hebben. Want het enige wat we hoeven te doen is hier naartoe te rijden. En er vol te gooien. Het geld stroomt eraf. Oh, Dit gaat denk ik duurder dan 300 euro worden. Het is niet een heel hoog bedrag. Het is wel even handig om te doen. Maar we zitten nu op de 300 euro. Dat is duurder dan ik dacht. Ik zei aan het begin al dat we geldnood zaten. Maar hij is nog steeds aan het doorgaan. Oh, shit. Dat is 526 euro aan brandstof. Nou, niet alleen in de echte wereld is het duurder geworden. Maar de Farming Simulator ook, joh. 526 euro.
Oh boy, oh boy. Maar op dit moment, jongens, hebben we eigenlijk niet meer om te doen op de boerderij. Want het gras is rustig aan het groeien. Het zorgen wat we net hebben ingezaaid is rustig aan het groeien. De suikerbieten moeten wel geoogst worden, maar dat kan nog een maandje langer wachten. Omdat we natuurlijk op dit moment geen geld hebben om de machine te huren. Voor nu wil ik graag nog een contract voltooien, zodat we iets meer geld hebben. Zodat we gewoon even een klein zakcentje kunnen verdienen. En balen maken heb ik niet zo'n zin in. Bemest heb ik niet zo'n zin in. Maar besproeien bij Michael Hammond heb ik wel zin in. Want daarvoor krijgen we namelijk een nieuwe sproei-onkruidverdelgmachine. Geen idee hoe die heet, maar we gaan de artikelen lenen. We krijgen er ongeveer, als we de kosten voor de machine eraf halen, 10.000 euro voor. Maar dan moeten we ook opletten, we moeten zelf onze eigen onkruidverdelger gebruiken. Dus die moeten we er ook nog bij kopen. Maar laten we de artikelen lenen. Dan koop ik meteen 2 onkruidverdelgpallets. Dus dat kost ons nog eens 4800 euro. Dat houdt in dat we nog maar 1000 euro op de bankrekening hebben staan. En dan staat hier de machine op ons te wachten. En woe! Hier heb ik wel zin in, hoor. Wat is de werkbreedte van deze onkruidverdelgsproeier? Ik weet de officiële naam er niet voor. Dus we houden het gewoon op onkruidverdelgsproeier. Maar jongens, dit is wel gaaf hoor. Ooit op een dag hebben we deze machine op onze eigen boerderij staan. Maar de motor is gestart. De trappetjes worden omhoog gehesen. Terwijl de onkruidverdelger in de machine wordt gegiet, moet ik even op zoek gaan naar veld 68 en... Oh, hij is aan dit veld! Ik wist niet dat hij zo groot was. Ik ben zo blij dat wij deze machine hebben gekregen, maar laten we er naartoe rijden. Veld 68. Dan moet ik even kijken, wat is de snelste route? Ik denk... Ja, gewoon langs de boerderij. Ja, gewoon langs de boerderij. Oké, dat komt goed. Ik weet de route uit mijn hoofd. Lampjes aan. Zwaailampje aan. Hoppatee, knipperlichtje uit. En daar gaan we. Er was ook iemand die zei, waarom noem je het altijd knipperlichtje uit? Want je zet hem toch aan? En dat is eigenlijk een hele goede vraag. Want wat je zegt is, ik doe mijn knipperlicht uit. Alleen eigenlijk doe je hem aan. Alleen waarom zeggen wij al jaren, althans ik, al jaren dat je hem uitdoet? Het is niet dat je hem ook uitklapt. Het is niet dat je een hendeltje uit moet schuiven. Want je moet hem gewoon omhoog of omlaag tikken. Alleen op een of andere manier, als je je knipperlicht aandoet, dan zeg ik, ik doe mijn knipperlicht uit. Of ik ben gewoon een weirdo die als enige dat zegt. Dat kan natuurlijk ook het geval zijn. Ik heb geen idee. Wat zeggen jullie, jongens? Doen jullie je knipperlichtje aan? Of doen jullie je knipperlichtje uit als je een bocht omgaat? Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik zeg namelijk dat ik hem uit doe. Terwijl ik hem eigenlijk aandoe. Snap je hem nog? We cruisen met 52 km per uur over de brug. Wajo. En dan moet dit veld 68 zijn of niet? Dat is zeker veld 68. Oh jongens, dit is het grootste veld dat ik ooit heb gezien, man. Maar ja, we moeten hier aan het werk gaan. En deze machine heeft een werkbreedte van 48,5 meter. Ik heb ook even het hulpvenster aangezet, omdat ik niet weet hoe dit precies gaat werken. Maar klap de sproeier maar uit. De banden gaan ook helemaal naar de zijkant. Hij gaat ook omhoog. En kijk wat er gebeurt. 48,5 meter, hè, jongens. Hij klapt 1 keer uit. En waarschijnlijk is dat het ook. Ja, yo. Yo. Deze moeten wij ook hebben, man. Holy crap, ouwe. Dit is breed. Ik kan zelfs nog meer naar de zijkant. Ik denk dat als wij op deze manier gewoon naar voren rijden, dat het wel goed komt. En die sproeier zit ook op de voorkant van de machine. Dus je moet helemaal hier beginnen. Maar hebben wij nog andere? Ja, we kunnen hem ook nog omlaag en naar beneden halen. Dus op het moment dat je dus een gewas hebt dat hoger is, zoals mais of zonnebloemen, en je wilt dat gaan sproeien, dan moet je natuurlijk de machine omhoog zetten. Dus daar is dat voor. Maar nu kunnen we gewoon heel laag aan de grond houden. En voor de rest kunnen we de werkbreedte wijzigen. Nou, we gaan gewoon de volledige 48,5 meter gebruiken. En wij kunnen er nog voor kiezen dat wij een andere besturingsmodus willen. Dus als we heel scherp moeten sturen, dan zetten we natuurlijk op vierwielbesturing. Alleen voor nu is het gewoon een rechte lijn rijden. Dus zetten wij hem op voorwielbesturing. En voor de rest is de kwestie van sproeier inschakelen, cruise control aanzetten. En daar gaan we. Alleen, we hebben misschien een nieuw probleem. Want kijk even hoe snel die onkruidverdelger aftikt. We hebben nu al 100 liter gebruikt. Hey! Dit is mij niet verteld, jongens. Dit gaat,
Dit gaat meer onkruid voor Delgen kosten dan ik dacht. Alleen we rijden wel met 25 km per uur naar de andere kant van het veld. Dit gaat mokertje snel, ouwe. Wajo, dit gaat echt mokersnel. Op dit veld, hè, we hebben al 10% van het veld voltooid. We zijn net begonnen. Alleen we hebben ook al 350 liter aan onkruidverdelger gebruikt. Dat gaat serieus snel op. Dat gaat echt heel snel op. Alleen kijk ook hoe snel we werken. Gaan we het redden met de 4000 liter die ik heb gekocht? Ik denk het wel. Alles wat wij overhouden kunnen we natuurlijk gewoon op de boerderij zetten. En als ik meer nodig heb... Ja... Dan is het wel een klein beetje een probleem. Maar voor één baan, want we zijn bijna aan de andere kant. Ik zet de machine ook uit. Hebben wij 600 liter aan onkruidverdelgen nodig. Het is nu het slimste. Om eventjes een lijn te trekken. Zodat we zo meteen makkelijker kunnen keren. En dan moeten we natuurlijk ook nog even aan de andere kant doen. En dan gaan we dit veld gewoon afmaken. Maar dit is wel echt een brute machine. We hebben al 1/3 van het veld voltooid. Ik ga gewoon in één keer doorrijden. Gewoon in één keer door. Ik ga hem niet uitzetten. Gewoon in één keer door. Op deze manier. Let's go. Gewoon vaart erachter. Dit gaat 100 keer sneller. Ik had niet verwacht dat hij zo breed was. Moet je nagaan als wij zelf deze machine op de boerderij hebben. Dan is gewoon op elk stuk land dat wij bezitten. 1 keer heen rijden. En dan ben je klaar. Gewoon 1 keer. Dan ben je klaar. 1000 liter is er al op. Maar we zitten denk ik ook al op 40% van heel het veld. Dit is een goed contractje. We gebruiken, ik zie het ook staan, dat is wel leuk om een keertje te zien. We gebruiken 589 liter onkruidverdelger per minuut. Dus zo snel gaat het op. Dat is wel leuk dat we dat kunnen zien. Meestal heb ik het hulpvenster uitstaan. Omdat het natuurlijk heel erg veel van het beeld in beslag neemt. Alleen af en toe zie je daar wat extra informatie staan. Dus dat kan natuurlijk nog wel eens behulpzaam zijn. Maar zet er maar uit. Dan maken wij even... een bochtje. Dan pakken we hier natuurlijk ook nog eventjes een extra lijn mee. Zodat we zo meteen makkelijker kunnen keren. Alleen, dat gaat nog wel nodig zijn. 1 keer extra keren gaat nog wel nodig zijn. En het is letterlijk nu nog 1 keer heen, 1 keer terug. En dan zijn we volgens mij al klaar. Dus dan hebben we dus ook genoeg onkruidverdelger ervoor. Want we zitten al over de helft nu. En we zitten net op de helft van hoeveel onkruidverdelger we in de machine hadden gestopt. Dit is gewoon... Hey jongens, dit heb ik allemaal uitgerekend van tevoren. Geen stress, dat heb ik allemaal uitgerekend van tevoren. Totaal niet, want ik wist niet eens dat hij zo groot was namelijk. Cruise control aan. En het is ook wel fijn dat je gewoon met 25 km per uur kan werken. Want je moet eventjes bedenken, als wij bijvoorbeeld met onze onkruidverdelger rijden, dan kunnen we 15 km per uur. En dan hebben we ook maar een werkbreedte van 35 meter. En dit gaat sneller, is breder, je bent zo klaar. Alleen de machine zelf. Ik ga even opzoeken hoe de machine is. De machine die wij op dit moment gebruiken gaat ons 489.000 euro kosten. En dat hebben we bij lange na niet. Ik wist dat het duur zou zijn, maar niet zo duur. Gaan we dit in 1 keer kunnen meepakken? Jawel, toch? Precies in het midden uitkomen. Oh, net niet, hè? Oh, net niet. Nou, weet je. Dat mag de boer dan zelf maar uitzoeken, denk ik. Of zullen we het wel gewoon even niks afwerken? Jawel. Jawel, daar zal Michael, de boer van wie dit land is, ook wel blij mee zijn. En op een gegeven moment gaan we misschien wel zijn land kopen. Dus misschien krijgen we korting. Nee, dit veld ligt eigenlijk te ver van de boerderij verwijderd om aan te schaffen. Het is wel een joekel van een veld. Gaat ons ook, ik denk, 1 miljoentje kosten mochten we dit willen aanschaffen. Alleen het ding is dat het te ver van de boerderij ligt. Dus als wij dit veld kopen, dan moeten we... Op het moment dat wij moeten werken op dit veld, moeten we heel ver rijden met al onze machines, met al onze trekkers. En dat is dus echt gewoon niet handig om te doen. Dus het is ook niet handig om dit veld uiteindelijk te kopen. We kunnen beter alleen maar velden kopen die in de buurt van onze boerderij liggen. Maar wat het handige is aan deze machine, is dat wij nu de werkbreedte kunnen wijzigen. En we kunnen hem gewoon op 4,5 meter zetten. En met 4,5 meter, oeh nee, gaan we er net niet komen. Wacht, 15,5 meter zetten. Ja, kijk, dan redden we dit stukje ook nog. Awesome. Dan werken we gewoon even het contractje mooi af. We zouden hem al kunnen voltooien. Maar ik maak het gewoon eventjes netjes. We pakken dit strookje ook nog mee. En dan rijd ik wel met de machine even terug naar de boerderij. Want er zit namelijk nog 1500 liter aan onkruidverdelger in. En als ik nu het contract voltooi, dan gaat die 1500 liter gewoon weg. Dan krijgt Michael, de boer zelf, krijgt
wat er nog in de machine zit. En dat wil ik niet, want die 1500 liter kunnen we natuurlijk zelf nog gebruiken. Want we hebben het ook zelf aangeschaft. Dus dat breng ik nog wel eventjes terug naar de boerderij. Kunnen we gewoon niks in de schuur zetten. En dan kunnen we dat zelf gaan gebruiken. Maar het veld is nu af. Oftewel, de machine kan uit. De machine kan worden ingeklapt. En kijk hoe dat werkt, joh. Dat is echt wel gaaf, hoor. Daar komen de armen naar ons toe. En het kost eventjes wat tijd. Maar die zijn ingeklapt. Dan klappen de andere armen ook nog in. En laat hij ze ook rusten? Oh, hij laat ze zeker weten rusten. En daar ligt het weer. Hebben we weer een compact voertuig. Echt wel gaaf om hier een keertje in gewerkt te hebben. En ooit op een dag gaan we mezelf ook aanschaffen. Alleen die dag die gaat nog jaren op zich laten wachten. Wat 500.000 euro voor alleen maar een machine die onkruidverdelger kan sproeien. Dat is het nu nog lange na niet waard. Maar ooit op een dag gaat hij er komen. Kijk eens hoe mooi ons eigen veld erbij ligt. Zorg hem. Groei maar, jongen. Groei maar, groei maar, groei maar. Maar dan moet ik heel even kijken. Ik weet namelijk niet of die over de brug heen past. Gaat dit passen, denk je? Oh. Wie's idee was dit? Dit was misschien niet mijn slimste idee, maar het past gewoon, jongens. Let's go! Hey, onze boerderij is hier gewoon voor gemaakt, man. Kan ik deze machine niet gewoon krijgen van onze grote vriend Michael? Hier erlangs. Kijk, het past allemaal precies. Oh, dat is wel echt heerlijk. Maar wat wij dan doen, is we dumpen heel even de 1400 liter onkruidverdelger, wat er nog in zit. Boom, op de boerderij. Kijk, daar staat hij. En dan hoeven we alleen nog deze machine gewoon even langs de weg te zetten. Het contract te beëindigen. En dan hebben we, ik weet niet hoeveel geld verdiend, maar ik denk wel een aardig beetje. Dus zet hem hier maar neer. Motor uit. Lampen uit. Zwaailampen uit. En dan krijgen wij in totaal 11.222 euro voor het voltooien van dit contract. Het was leuk. Het was snel. En het is gewoon weer 11.000 euro op de rekening. Dus dank je wel daarvoor. De machine gaat weer worden opgehaald, want ik heb hem netjes daar neergezet. Maar daarbij zit deze video er ook weer op. Dus heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Heel erg bedankt allemaal voor de support. De volgende keer gaan we onze suikerbieten rooien. Die gaan we uit de grond trekken. Heel veel geld verdienen. En ik ben er heel erg benieuwd naar. Dus bedankt allemaal voor het kijken. Bedankt allemaal voor de support. En hoop ik ook weer tot de volgende keer. Bye bye mensen.